Nederland speelde de tweede wedstrijd van dit WK tegen Ecuador. De laatste uitslagen van Ecuador zijn allemaal 0-0, 1-0 of in de eerste wedstrijd tegen Qatar 2-0. Niet echt een ploeg waarvan het dus heel leuk is om alle wedstrijden terug te kijken. Toch heb ik dat gedaan en in deze video leg ik jou uit hoe het Nederlands elftal van Ecuador gaat winnen. Dit is de meest waarschijnlijke opstelling van Ecuador. De eerste groepswedstrijd tegen Qatar speelden ze vanuit 4-4-2 met de tweede spits naast topscorer Valencia. En de kans is groot dat ze tegen het Nederlands elftal net wat anders gaan inrichten, omdat ze veel topwedstrijden spelen vanuit deze 4-1-4-1 of misschien zoals je wil 4-3-3 formatie. We vliegen nu door het stadion om te zien hoe dat eruit ziet tegenover het Nederlands elftal. En dan zie je al snel dat er koppeltjes gaan komen op een middenveld. Daar wordt het echt man tegen man. En dat het aan de zijkanten het tactische gevecht gaat plaatsvinden. Dus genoeg om te bespreken bij het tactische bord. Ecuador is eigenlijk een agressieve variant van Senegal. Hier heb ik ze neergezet in een 4-1-4-1. Dat zou dus in theorie ook een 4-4-2, een systeem wat ze ook beheersen, kunnen zijn zoals ze tegen Qatar speelden, of misschien juist een 4-2-3-1, dus met twee controleurs en dan de nummer 10. Dat is een beetje afwachten, maar ze doen dus meestal tegen teams als Nederland dat ze het organiseren vanuit 4-1-4-1 en dan spelen ze met de laatste lijn ver van het eigen doel. In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie was er geen team dat zo ver van het eigen doel verdedigde als Ecuador, wat ze ook kunnen omdat ze jonge verdedigers hebben met veel snelheid. Het vooral ook op Hinkepie, fantastische verdediging. Nou, stel dat Ecuador zo speelt, waar ligt de crux dan voor het Nederlands elftal in balbezit? Dat zit met name op het middenveld en op het lokken van het middenveld. Zoals je ziet, als het op deze manier wordt ingericht, ga je veel koppeltjes zien. Ze spelen in principe vanuit de zone met Ecuador. Alleen vanuit die zone proberen ze wel in fysieke duels te komen, omdat Ecuador daarin sterk is in die fysieke duels. En dus gaat de sleutel een beetje liggen bij aan de ene kant die centrale verdedigers aan de buitenkant. In die eerste wedstrijd speelde Nederland hier met Matthijs de Ligt. Nou, die zei zelf al, ik kwam vaak een beetje uit als rechtsback. Dat is misschien meer geschikt voor Jurriën Timber. Dus dat is ook in dit geval misschien interessant om Timber hier op te stellen, omdat dat de speler zou zijn die in eerste instantie vrij is om in te dribbelen, die linksbuiten te lokken en daarna de combinaties op te zetten. Maar de sleutelrol gaat denk ik met name liggen uiteindelijk bij de middenvelders hier. En dan de rol van de twee spitsen bij balbezit voor het Nederlands elftal. En waar het om neer gaat komen is dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong de momenten moet herkennen waarin hij zijn directe tegenstander kan meelokken. Nou ja, stel het lukt hem om die mee te lokken, dan gaat hier een gat ontstaan. Nou ja, waarschijnlijk kan Memphis starten in deze wedstrijd. Dan is het, zodra hier een gat ontstaat, de kans voor Memphis om uit te zakken. Nou, dan zijn deze centrale verdedigers behoorlijk agressief in doordekken. Dus is de kans best groot dat die mee gaat komen. En dan ga je zien dat hier ergens een gat kan gaan ontstaan. En dan gaat het om deze loopacties in de diepte die heel belangrijk gaan zijn om vanuit deze organisatie tot kansen te komen. En wat dat betreft wordt ook wel interessant, wat gaat Nederland doen met teampositie? Blijft daar Cody Gakpo staan, die veel loopacties ook maakt in de diepte? Komt Gakpo misschien op deze positie terecht, waar in de eerste wedstrijd Jansen speelde, maar natuurlijk ook Bergwijn zou kunnen spelen naast Memphis. En dat wordt met name de speler die heel veel loopacties hier moet gaan maken in de diepte. En wat doe je inderdaad met die teampositie? Dit kan ook Gakpo zijn. Dan zou je hier met Klaassen ook nog een loper kunnen brengen die vanuit het middenveld doorloopt met diepteloopacties. Omdat vanuit de zone wordt er in eerste instantie verdedigd bij Ecuador. Dus als deze gaat lopen, in tegenstelling tot wat er bij Senegal gebeurde, toen ging de verdedigende middenvelder Napoli Mandi ging iedere keer mee met Gakpo, ga je hier zien dat als die nummer 10 gaat lopen vanuit het middenveld, dat er niet altijd iemand achteraan komt bij Ecuador en dat ze dat gaan proberen in de zone op te lossen. Dus dat gaat denk ik een crux zijn voor het Nederlands elftal. Ja, dat ze dat veel gaan doen. Een dingetje wat om op te letten bij balbezit van Ecuador is dat Ecuador veel positiewisselingen krijgt. Nou, die starten hier vanuit een 4-3-3. Dan ga je zien dat die centrale verdedigers wat breder gaan staan en dat er vaak iemand tussen gaat uitzakken. In die openingswedstrijd was dat vaak Mendes die ertussen kwam. Dan komt Caicedo, de linksmid, die komt een beetje op deze positie te spelen. En dan spelen ze met name aan die linkerflank heel erg met de ruimtes. Dus hier hebben ze Estupiñán staan, een linkervleugelverdediger van Brighton en Hove Albion, vorig jaar nog bij Villarreal. Die
vult zijn positie heel erg offensief in. Dus die gaat vaak hier eindigen. En dan gaat deze speler, Romario Ibarra, die gaat in deze ruimtes proberen te spelen. En dan gaat het natuurlijk met name om de wisselwerking bij Oranje tussen Dumfries. Wanneer gaat die mee? Wanneer gaat Timber of de Ligt het overnemen? En wat doet deze speler rechts in de zone, in het verdedigen? Wanneer neemt die hier de hangende linksbuiten van Ecuador over? En aan de rechterkant zie je eigenlijk bij Ecuador hetzelfde gebeuren vaak. Preciado gaat dan mee naar voren. Dan gaat deze speler ook aan de binnenkant opereren. En dus ga je hier heel veel spelers van Ecuador in die centrale ruimte krijgen. En dan is die communicatie hier van wie neemt op welk moment iemand over en wie gaat op welk moment doordekken. Cruciaal voor het Nederlands elftal om dit te winnen. Maar de crux gaat voor Nederland zelf al met name zitten in het deel waar we net over hadden. Loopacties in de diepte. Uiteindelijk die spelers uit de laatste lijn dwingen om door te dekken. En dan ligt de ruimte voor die loopacties. Dan wel vanuit het middenveld. Dan wel van de spits die naast Memphis speelt. En als Nederland zelf dat goed uitvoert, dan gaat Nederland gewoon winnen van Ecuador.